Het is een verborgen probleem in de samenleving, laaggeletterdheid. 4 jaar geleden sloot de gemeente Nijmegen samen met bondgenoten een convenant om laaggeletterden te helpen. Met het vorige week ondertekende nieuwe convenant wil de gemeente doorpakken. Dit convenant gaat over laaggeletterdheid. Ook in Nijmegen hebben we mensen en ook in de regio die laaggeletterd zijn en daardoor moeilijker meekomen in de samenleving en in het leven, zeg maar. Omdat het lezen voor hun heel erg moeilijk is en onze samenleving wel gebaseerd is natuurlijk op het lezen. Er was al 4 jaar lang een convenant, dat heeft ook goed gewerkt. Het is op de kaart gezet en we hebben nu gezegd, we willen door als regiogemeente en als Nijmegen. En we willen ook wel een stapje verder zetten. En dat is met dit convenant eigenlijk ondertekend. Hoe wij dat doen is eigenlijk door mensen die ook werken in de stad meer kennis te geven over hoe kun je het nou signaleren. Hoe kunnen we mensen gaan begeleiden. Ik hoorde gisteren van de BIEB een heel mooi initiatief. Die gaan bijvoorbeeld bij consultatiebureaus delen zij leespakketjes uit voor kleine kinderen. Maar komen daarmee ook in gesprek met ouders. En als zo iemand ook wat zicht heeft op wat gebeurt daar en speelt daar misschien ook een probleem bij ouders, dan kun je het gesprek aangaan. Wij kunnen niemand dwingen om taallessen te gaan volgen, maar wij kunnen mensen er wel toe begeleiden en toe verleiden om het te gaan doen. En daarvoor hebben we natuurlijk ook onze ambassadeurs van laaggeletterdheid, mensen die daar ervaring mee hebben en die gemerkt hebben dat hun wereld open is gegaan door te gaan leren lezen en schrijven en ook digitaal, daar gaat het ook om. En door die mensen vooral in te zetten en te zorgen de boodschap te zenden, schaam je er niet voor, maar ga op les. Het is helemaal niet erg, maar ga ook meedoen. Ja, dat is volgens mij waardoor we mensen over de streep kunnen trekken. Wij kunnen natuurlijk letten op de taal die wij gebruiken, die wij in onze stukken ook gebruiken. Neem niet weg dat je natuurlijk ook een gemiddelde taal hebt die iedereen, waarvan je verwacht dat iedereen dat spreekt. Wat wij kunnen doen is onze mensen, zeg maar, bij de balie, hè, als mensen paspoort komen ophalen of met vraagstukken bij de STIPS komen, kijken van nou, zit daar misschien nog een ander probleem achter en heeft dat misschien met kennis van talen te maken. Met alle regiogemeenten, de bibliotheek, ja, alle partners eigenlijk die te maken hebben met taal.